Ja, 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 ja. Het gaat gewoon beginnen. Het gaat weer beginnen, dames en heren. De piepshow, terwijl ik hier gewoon echt potverdorie gewoon net iets wegklik waar ik mee wilde beginnen. En, je wou beginnen met Jim Ryan. Die gewoon Jim zijn pet in de wil heeft gehangen. Nou, dat bedoel ik. Maar er zijn natuurlijk gewoon mensen die denken, Jim Ryan, wie... Wie de fuck is Jim Ryan? De CEO van Sony PlayStation. De head of PlayStation. Dus ik wil even een plaatje laten zien van Jim Ryan, jawel. En aangezien ik... jeetje jongens, echt. Waarom doe je nou zo moeilijk? Ja, ik word niet moeilijk. Nou goed, hier is die. Kijk. Hij heeft de lelijkste foto's die hij heeft gemaakt, denk ik. Dit is Jim Ryan, inderdaad. En het grappige is, ik heb een item gemaakt over hem de vorige week. Over zijn palmares. En ik weet nog steeds niet hoe oud hij is. De ene zegt 53, de andere zegt 63. Als ik dit zie, zeker richting de 70. Nou ja, en toch zegt de meerderheid dat hij 53 is. Maar het ziet er toch niet uit van 53? Nou ja, goed. Stress doet een hoop met je, inderdaad. Ik bedoel, ik ben 54, dan wil ik de strijd nog wel. Ja, jonger dan jij. Ik bedoel, wat betekent dat ik dus... de baas van PlayStation had kunnen zijn. Ja. Maar ik ben mijn roeping misgelopen. Hij had jou kunnen zijn, man. Hij had gewoon hier bij GameKings kunnen zitten. Dat bedoel ik. Gewoon de piepshow met... geschouderde piepshow-presentator kunnen zijn. Met maar Boris en Jim. Maar dat is niet maar gebeurd. Helaas, hij werd heel saai, de directeur van PlayStation. Ja, dit is ook al tekend voor de man. Hè? De man is een absolute tegenpol van Phil Spencer, heb ik al gezegd. Phil Spencer, de man die bij elke podcast aanschuift, social media druk bezig is. Deze man, ik kon bijna niks over hem vinden. Het is een... Hij heeft er geen zin in. Hij houdt van zijn privacy. Maar het is ook omdat hij, als je, denk ik, ik weet het niet helemaal, maar als je wil slagen bij een Japans bedrijf, dan kan je beter je mond houden. En ik denk dat hij dat gewoon heel goed gedaan heeft. Ja, de vraag is natuurlijk... Maar goed, er zijn een aantal dingen. Kijk, de eerste vraag... En mensen vielen mij er een beetje maar op maakt aan. Het uit dat hij weg is? Is dat nou zo'n big deal? Nou ja, goed. Wat vind je... hij heeft 30 jaar bij PlayStation gewerkt. Eigenlijk zijn hele werkende leven. Als hij ik dus wou zeggen, 53 bestaat 30 jaar. Dus dat, precies. Hij is begonnen inderdaad in de tijd dat de PlayStation 1 kwam. Hij heeft vooral PlayStation Europa opgezet. Leuk verhaal inderdaad. Er was helemaal niks. Hij is naar al die landen geweest. Naar IKEA geweest. Bureaus gekocht. Weet ik allemaal wat. Wat heeft hij allemaal gedaan? Is hij een Brit of een... Hij is een Brit. Ja, hij is geboren in Newcastle. Althans een dorpje daarbij in de buurt. Daar wil hij nu weer naar terug. De vraag is dus... En dat komt omdat toen het bekend werd dat hij, althans het nieuws werd gelekt. Dat vind ik al een beetje vreemd waarom dat gelekt wordt. Ja, maar lekt zoiets? Ik kan toch met pensioen gaan? Wat is nou het big deal? Ja, nee, goed. Dus Bloomberg kwam ermee. Die had bronnen binnen PlayStation. Die zeiden van Jim Ryan gaat met pensioen. En toen moest hij het wel. Toen zei hij van het nieuws klopt. Dat er best wel ook veel PlayStation fans zeiden. Yes, hij is weg. Hij is weg. Terwijl, is hij dan zo slecht geweest? Als je kijkt, hij is natuurlijk gewoon... Het is een salesman. Het is een absolute salesman. Hij heeft bijgedragen aan de gloriejaren van PlayStation. En bijgedragen aan de teleurgang van Sony PlayStation. Dat is eigenlijk twee keer gebeurd. Eén keer met, denk ik, de introductie van de PlayStation 2. En nu weer opnieuw met de introductie van PlayStation 5. Allebei hele zwakke introducties op de markt. PlayStation 3, denk ik dat je bedoelt. Nee, 2. Oh, 2. Oh, sorry. Was echt een slechte launch. En dat, maar goed, anyways, dat... 30 jaar, het is me nogal wat. Wij zitten er ook al zo lang in. Dus ik bedoel, we hebben hem zijn hele carrière meegemaakt. Hij is natuurlijk niet altijd CEO geweest van PlayStation. Dat is natuurlijk een beetje... 4 jaar. Ja, via de wax. We hebben natuurlijk die Phil Harrison hebben we gehad. We hebben... Zijn voorganger was, Codera. Codera. En daarvoor was het volgens mij Kas Hirai. En dan heb je ook nog de Amerikaanse kant met Jack Tratton en nog een paar van die gasten. Ja. Hij is 4 jaar CEO geweest. Daarvoor, hij is ook nog een tijdje COO geweest. Plaatsvervangend of deputy. Okay. En vooral in Europa. Hij is baas geweest van Europa. Zoals al die drie. Maar dat zegt niks, weet je. Kijk, de hele ding is van, hoe wordt die PlayStation gemaakt? Hoe wordt die in de markt gezet? En hoe ga je om met de uitdaging van, je hebt content nodig? Ja. Nou, en daarin zie je gewoon van, daarin was PlayStation 4 was op een hoogtepunt. PlayStation 5 moet dat opnieuw opbouwen. Het is moeilijk, het is lastig. Het lukt niet helemaal. Nee.
Nee, PlayStation heeft gewoon een schop onder zijn reet nodig. Nee, dat is ook lullig, want mensen verdedigen dat van ja, maar hij heeft 30 jaar, hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Dat klopt, dat zal hij ook best gedaan hebben. Maar je wordt natuurlijk altijd afgerekend op je laatste moment. En net als een voetballer die een waanzinnige carrière heeft, net iets te lang doorgaat. En dan één jaar echt verschrikkelijk slecht speelt. Dan word je daar toch vaak nog aan herinnerd. En ja. Laten we gewoon eerlijk zijn daarin. De PlayStation 5. En dat is ook te danken ook een beetje natuurlijk aan de pandemie. Waarin het gewoon heel moeilijk was om die chips te krijgen. En daardoor heeft het een valse start gekregen. Maar het loopt op dit moment 500.000 achter op de PlayStation 4. De bouw van de PlayStation 4. De communicatie, dat wordt hem vaak verweten dat hij niet goed is. Hij heeft natuurlijk de Activision Blizzard zaak heeft hij verloren. Best wel vrij heftig mee op zijn bek gegaan. PlayStation VR 2 is niet echt een mega succes. Het verkoopt ook niet slecht, ja, maar dat hij de beslissing heeft genomen om daarmee door te gaan. Ja, je, deel 1 heeft het al niet goed gedaan. Nee, PlayStation Portable. Nog een keertje, weet je? Ja, PlayStation Portal, PlayStation Plus natuurlijk, 30% duurder. En ook die verandering. Het zijn allemaal dingen die niet glorieuze pers kregen. En nou, het zijn allemaal dingen die niet erg waren geweest als er een fantastische line-up van videogames was. Ook nog eens een keer. En omdat keer, die er niet is, gaan al die andere dingen die gaan gewoon knellen. Ja. Weet je, PlayStation VR 2, het is leuk, maar er is nog steeds geen game voor. Dat is nee, al de tweede iteratie van die hardware en het is nog steeds niets op te spelen. En ja, weet je, hetzelfde geldt met PlayStation Plus. Als dat, het mag best 30% duurder worden, maar kom dan met een fucking vette deal. Weet je, dat je gewoon ja, zoiets hebt van, oké, dit is een no-brainer. Ja. Maar dat gebeurt niet. Geen day one releases. Nee, daarom. Dus het is allemaal, het is zwak. Het is gewoon zwak. Het is natuurlijk niet allemaal zijn schuld. Want het is niet zo dat één man alles beslist. Maar hij staat wel bovenaan. Dus uiteindelijk, als jij de leider bent, is hij wel verantwoordelijk. Hij is er verantwoordelijk voor. Ja. Nou is de vraag, en daar wil ik het eigenlijk in deze piepje over hebben. En mensen zeiden van, ja man, het is ja, speculaas. Ga je nou weer lopen zoeken? Nou, ik vind, dit is een rubriek waarin ook gespeculeerd wordt. En dan gaat het over de timing van dit pensioen. Nou, hij heeft gezegd, en dat heb ik hier in beeld, dat is de officiële redenatie van but of late, I'm finding it increasingly difficult to strike the right balance between having my home in the UK and my job in the United States. Nou, ik heb al in dat andere item laten zien. In een maand tijd was hij altijd 2 weken in California, 1 week in Tokio en 1 week in Engeland. Nou goed, Boris, ja, je hebt genoeg gevlogen. Maar dan zie je waarom die eruit zit als die 73 is. Ja, dat wil je niet geloven. Maar je, dat is niet te doen. Nee. En ik begrijp, weet je, als je 20 bent of 25 bent, is het allemaal leuk en aardig lachen, ja, weet je, Tokyo LA. Maar als je gewoon, weet ik voor zeker, als je kinderen hebt en zo. En die heeft hij. Ja, daarom. Dus die zie je dus niet. Je bent letterlijk een week in de maand ben je thuis. Sorry, wat een nachtmerrie, man. Dat is echt een nachtmerrie. Nou, dat komt natuurlijk door dat hele ingewikkelde systeem van PlayStation America, PlayStation Asia en PlayStation Europe. Dat het is natuurlijk één bedrijf, maar dat zijn wel toch wel vrij logge compartimenten die bestuurd moeten worden. En daar had hij gewoon moeite mee. Nou is dat niks nieuws. Er zijn heel veel CEO is gewoon echt een kutbaan. Je krijgt heel veel geld, maar je hebt er niks aan, want je bent alleen maar aan het werken. Er zijn heel veel CEO's die ook zoveel reizen. Nou, hij zegt van, ik ben hier gewoon, een beetje klaar mee. Ja. Ik neem pensioen. En het gaat erom dat iedereen wel gelooft dat hij er soort van klaar mee is, want hij heeft in een interview in 2022 al gezegd dat hij heel graag terug wilde naar Newcastle, dat hij eigenlijk weer terug wilde naar zijn, waar hij ooit begonnen was, gewoon zijn thuisomgeving. Toen gaf hij al aan dat hij dat vliegen, dat begon hem tegen te staan. Dus, maar waarom dan nu? En er zijn, die Activision Blizzard zaak is afgelopen. Het nieuws komt nu ook wel steeds meer naar buiten dat ze de target van 25 miljoen verkochte PlayStations dit jaar, financial dit jaar, niet gaan halen. Inderdaad, er is best wel wat commentaar over de gebrekkige line-up. De nieuwe game-industrie, hè? Dus met de subscription subscription-based dingen die je nu kunt doen. Amazon en Google die opeens op die markt komen. Er is een nieuw speelveld die anders is. En mijn gevoel, maar dat is echt puur mijn gevoel. Ik denk niet dat hij ontslagen is. Dat denk ik niet. Ik denk wat er dan gebeurt is op een gegeven moment. Dan zitten ze bij elkaar. En van jongens, het gaat niet helemaal lekker, weet je wel. En die communicatie van jou is ook, weet je wel, krijgen er wat kritiek op.
jij gaf al een tijdje aan dat je er een beetje klaar mee was. Weet je wat, als we er nou samen gewoon met elkaar uitkomen. Jij krijgt gewoon de eer, je mag je pensioen aankondigen. Wij willen heel graag gewoon... ik denk dat er een nieuw gezicht gewoon moet komen. Iemand wat meer van deze tijd. Misschien wat minder sales, maar wat meer een creatief iemand. Of et cetera, et cetera. Laten we het gewoon samen een besluit daarin nemen. Dat zou goed kunnen, maar ik kan me ook gewoon voorstellen. Misschien is het gewoon waar wat hij zegt. Weet je? Ik bedoel, als jij, of dat hij het zelf inziet van oké, dit ga ik niet meer maar winnen. Maar stel je voor dat jij woont in Newcastle. Je zit 2 weken in L.A. Dan zit je een week in Tokio om dan volgens weer naar huis te vliegen. Ja. Maar dat hou je alleen vol als dingen echt goed gaan. Nee, dat je daar ik. Heel veel energie uit had. Als dingen tegen zitten. Ja. Je hebt al niet zoveel energie, weet je. Dan moet je dat ook nog doen. Nee, dat werkt ook. Ik heb ook het gevoel dat hij komt een beetje uit die oude tijd. Hè? Als je zijn interviews leidt, zijn er niet heel veel. Dan vindt hij dat. Hij vindt console maken vindt hij leuk. En dan die exclusieve games maken vindt hij leuk. Maar het is een ander speelveld. Hij vond het ook altijd tof dat hij wilde gewoon wat achter de schermen blijven. Maar tegenwoordig, zo'n Phil Spencer, zo'n Reggie V. Amy, dat waren ook mensen die naar buiten traden. Dat waren een soort van gezichten van de franchise. Weet je? Ja. Dat steeds belangrijk is. Dat je social media doet. Dat je mee zit in podcast. Daar had hij een broertje dood aan. Hij ziet dat die industrie aan het veranderen is. En dat het niet meer helemaal bij hem past. Weet je? Ja. Dat hij denkt van oké, er komen nu zoveel uitdagingen aan. De kans is aanwezig dat het gewoon minder gaat zijn. Hè? Ik bedoel, dat hele traject, ook deze week is daar weer veel over geschreven, over die live service games. Dat echt een enorme gok is, die PlayStation neemt. Want ze moeten first party geld gaan vergroten. Die inkomsten moeten echt omhoog. Dat moet dan met live service komen. Dat het een enorme gok is. Dat het echt 50-50 is. Gaat fout of gaat goed. Dat hij denkt, fuck, het is nu goed, weet je wel. Mijn hoofd is er nog niet helemaal af. Ik moet nu wegwezen. Ja. Terug naar Newcastle. Nou, want 53, nou, als hij 53 is, is dat jong natuurlijk met pensioen. Ja, nou ja, goed, we weten niet hoe oud hij is. Maar het zal allemaal wel, weet je. Ik denk ook dat het gewoon, op een gegeven moment ben je binnen, hoef je niet echt meer te werken. Ik weet niet, waarschijnlijk heeft hij flinke aandelenpakketten mee. Whatever, lekker belangrijk. Ja. Zie jij een toekomst voor je met een misschien wel Nederlandse directeur van Sony? Nee, ik denk, op dit moment wordt Hiroki Totoki, ik vind het een fantastische naam. Hiroki Totoki. Die wordt de plaats vervangend. Niet Herman Hulst. Nog niet Herman Hulst, nee. En van Hiroki Totoki is bekend dat hij een enorme pleitbezorger is van PlayStation en mobile. Oh mijn god. Ja, nee, maar goed, weet je wel, het is natuurlijk altijd het zoeken waar zit het geld. Weet hij wordt een interim directeur. Hij wordt interim, dus het zou me niks verbazen dat het een Japanse golf gaat zijn. Ik weet het niet. Bij Herman Hulst vind ik... Nee, te creatief. Nou, is meer een creatieve man. Eerlijk gezegd, ik vind het juist niet. Ik vind Herman Hulst namelijk een hele goede manager. Je moet je voorstellen, hij heeft... op een gegeven moment... Guerrilla Games komt voort uit... wat was het? Lost Boys, Orange Games... En nog eentje. Ja. Nog iets. En daar zaten dus allemaal directeurtjes. En dat moest allemaal bij elkaar komen... En Herman Hulst heeft daar gewoon een gigantisch bedrijf van gesmeed. Zeker. Weet je, dat heeft hij gedaan. En hij is niet per se de visionaire, hoe zou ik zeggen, killzone ontwikkelaar. Dat waren gewoon mensen die werkten bij Guerrilla, weet je. Ja. We kennen ze. Hij is juist die ondernemer. En nu zie je ook dat hij, nu die Worldwide Studios doet... Dan zie je ook eigenlijk, hij doet dat veel te veel vanuit een managementrol en veel te weinig vanuit een creatieve rol. Okay. En daarom zou het heel veel sens maken dat hij doorschuift. Ja. Dat hij gewoon directeur wordt van Sony PlayStation. Is wel een stap hoor, hè. Is nog nooit vertoond binnen PlayStation. Meestal is het toch altijd wel dat je hoofd van of Azië of Amerika of Europa bent. En dan is de volgende. Hoofd van Worldwide Studios. Ja. Ja, ik weet niet of ik het moet aanraden. Ik weet ook niet of hij getrouwd is met kinderen. Want dan is hij dat wel. Ja, dat is hij wel. Ja, dan ben je dat wel een beetje kwijt. Dan is het dus ook weer... Nou, maar... Ja, god, weet ik het. Kijk, ik weet niet hoe hij dat met zijn privéleven doet. Nee. Maar weet je, ik bedoel, als deze... onze vriendelijke vriend hier 3 weken per maand in het buitenland zit, weet je. Kijk, dat is wat je ervoor over moet hebben. Ja. Ik denk wel dat Herman Hulst zo'n ambitie heeft dat hij dat zou doen. Ja. En waarschijnlijk, ik weet niet zeker, waarschijnlijk doet hij dat al voor een groot deel. Want hij is natuurlijk al, werkt eigenlijk vanuit Californië. Ja. Maar heeft zijn kantoor ook gewoon in Amsterdam bij Guerrilla Games. Nee. En ja, moet dus heel erg... Ja, denk ik op en neer. Absoluut. Dus misschien doet hij dat al. Nee, het is dus niet duidelijk.
Overigens is het, mensen zeggen van ja, maar hij heeft toch gezegd dat hij met pensioen gaat, dus dan is dat zo. Nee, dat is dat, dat heet nu PR. Dat gebeurt ontzettend vaak in de top dat mensen feitelijk dat een topmanager gewoon de eer krijgt, of dat het in samenspraak gaat van zeg jij nou gewoon hè, we komen bij elkaar, want wij willen eigenlijk een nieuw gezicht. Jij wil, je hebt al aangegeven dat je een beetje weg wilt. Wij maken een deal klaar, weet je. Dat is ja, natuurlijk zeg je dan op dat moment. Want het is ook aandelen gerelateerd. Op het moment als ze zouden zeggen van Jim Ryan ontslagen, want het gaat niet goed, dan pleurt die hele aandelen. Maar dus, juist dat, wat je daar zegt, het is aandelen gerelateerd. Sony PlayStation zit nu gewoon in een. Ik bedoel, het is niet dat het slecht gaat, maar het zit een beetje in een. Weet je, het heeft gewoon, het heeft iets, het heeft vers bloed nodig, het heeft iets nieuws, het heeft energie nodig. Ja. En dat vind ik zo tof. Dat zie je bij Herman Hulst. Die man is één brok energie. Als je hem tegenkomt in het centrum van Amsterdam, lijkt wel alsof hij zweeft. Ja. Weet je, ik bedoel, hij is altijd is hij bezig en hij heeft gewoon ontzettend veel energie. En ik denk van ja, dat is exact wat PlayStation nodig heeft op dit ogenblik. Ik laat de beelden trouwens even zien van de stok op dit moment, de stokprijs. Volgens mij werd hier bij de 25e dat dalletje werd bekendgemaakt dat hij weg was. Ja. Nou, dat stijgt weer op. Zoom eens uit, doe eens even year-to-date. Ja, dat is het is niet bijster goed, weet je. Ik bedoel, dit is gewoon echt, het is natuurlijk het hele bedrijf, maar PlayStation is het belangrijkste onderdeel van Sony. Het is gewoon een hele uitdagende tijd. Het zou me ook niks verbazen. Ik bedoel, jij zegt Herman Hulst misschien wel. Ik lees ook heel veel verhalen van, is iemand gewoon die van buitenaf komt? Iemand die bijvoorbeeld... Nee, maar dat geloof ik niet. Dat gaat nooit werken. Ja. Je moet je voorstellen, dat je dus dan moet je dus in zo'n korte tijd, moet je die hele cultuur eigen maken. Dan moet je dat hele bedrijf leren kennen. Herman Hulst kent iedereen al. En ik vind juist interessant wat Herman Hulst meeneemt van die functie als directeur Worldwide Studios. Nee. Want het zou best wel kunnen. Ik denk eerlijk gezegd dat Herman Hulst te maken heeft gekregen met bijvoorbeeld de boodschap van je moet gaan bezuinigen. Mm-hmm. Weet je, dat is waarom een aantal franchises hebben we niet meer teruggezien. Hij heeft eigenlijk vol ingezet op Naughty Dog. Weet je, die moesten dan, wat is het, de derde remake van The Last of Us en weet ik veel wat. En de serie en toestand, allemaal dat soort shit is hij gaan doen. En ik vraag me af of hij niet gewoon gezien heeft van ja, shit, weet je, dit is eindig, weet je. The Last of Us, die serie heeft het oké gedaan. Weet je, ze hebben een film gemaakt, Gran Turismo. Die was echt fantastisch. Was nog beter dan The Last of Us. Maar goed, commercieel gezien succesmatig. Mm-hmm. Wat zij moeten doen is gewoon blockbuster games maken. En ik denk dat je daar gewoon iemand moet hebben die daar aan de top zit. Die gewoon kloot heeft om te investeren in die shit. Mm-hmm. En ik denk dat hij dat heeft. Als je het durft. Ja. Dat is een beetje het ding. Want afbreukrisico is vrij groot. Nou ja, maar je kan je ook voorstellen. Het vertrek van deze... hoe heet hij ook weer eventjes? Jim Ryan? Jim Ryan. Ja. Het vertrek van Jim Ryan kan ook best wel eens te maken hebben met wrijving in de top van PlayStation. Ja. En je ziet aan alle kanten waar die wrijving vandaan komt. Mm-hmm. Gebrek aan videogames. Er zijn geen nieuwe titels. Er zijn geen blockbusters meer. Ik bedoel, in het PlayStation 4 tijdperk was het een vanzelfsprekendheid. Ja. En in het PlayStation 5 tijdperk lijkt het niet te lukken. Dat is raar. Ik denk ook dat het nogmaals, of tenminste, er zit ook nog een ander element, denk ik, in. En dat is dat er wel wat onvrede is binnen het bedrijf over hoe Jim Ryan de Activision Blizzard zaak heeft aangepast. Waarbij die toch net even te open is geweest door bijvoorbeeld te zeggen dat als Call of Duty niet op de PlayStation zou uitkomen, dat de PlayStation franchise eindig was. Weet je, dat soort dingen. Een toon van. Ja, wat Phil Spencer ook op een gegeven moment een beetje doet. Dat gejank, weet je wel. Dat past bij Phil Spencer. Maar bij PlayStation, zo'n Aziatisch bedrijf, is dat eigenlijk not done. En dat men. Ik vond communicatie namelijk gewoon niet zijn sterkste vak. 2 jaar geleden of 3 jaar geleden dat hij riep van mensen die nou nog een PlayStation 1 of PlayStation 2 game willen spelen. Ik bedoel, wie wil dat soort oude meuk nou nog spelen, weet je? Dan, ja, dat is niet slim. Dat soort dingen had hij wel vaker. Nee, maar ik denk optelsom. Er is wrijving in de top. Hij heeft zoiets van, weet je wat, fuck het ook allemaal. Ik wil toch weer in Engeland gewoon naar huis weg. En wie gaat het nu doen? Sorry, maar ik ken gewoon geen betere kandidaat dan Herman Hulst. Nou ja, en ik moet je nog een ding zeggen. Kijk, wij zijn altijd kritisch op Sony. En ook op Guerrilla en ook op Herman Hulst. En wat, weet je, hoe dat bij Worldwide Studios gaat, zijn we gewoon kritisch op. Maar er is één ding. En dan moet ik zeggen, dat is een beetje persoonlijk. Maar dat heb ik altijd meegekregen van Guerrilla Games. Je moet je voorstellen, weet je. Herman Hulst is een hele charismatische manager. Is altijd erg aanwezig. Gaat ook zelf in al die talkshows zitten. En is heel aanwezig.
En dat heeft hij altijd gedaan. Of hij heeft eigenlijk altijd dat gebruikt om ruimte te creëren voor de mensen die Killzone hebben gemaakt. Zeker. En natuurlijk Horizon hebben gemaakt. En dat de creativiteit binnen dat team, weet je, als je Jan Bart, Angie, weet je, als je al die, als je die mensen ziet, dan die opereren die echt, die hebben het volste vertrouwen gekregen van Herman. Ja, Angie zit nu ook bij PlayStation in Amerika. Ja, ja, dus ook vanuit Amsterdam, ja, weer. Ook zo'n ding inderdaad. Ja, ze schuiven we allemaal door. Dus, ja. Maar daar zie je ook weer van, Herman neemt zijn eigen mensen mee, weet je. Ja. Dus die, ik denk dat daar inmiddels een soort van stroming is ontstaan. Misschien wel van een nieuw creatief team. En want de andere grote studio van Sony die dit zou kunnen, waar ook natuurlijk veel power van uitgaat, dat is Naughty Dog. Ja. En die Neil Druckmann, die heeft zichzelf, ja, politiek niet gezien. Nee, die heeft zich politiek gezien onmogelijk gemaakt. Ja, dat kan niet omdat dan. Hij gewoon veel te ver is doorgeslagen in die Californische, ja, politiek correcte videogame politiek. Ik denk wel het, tenminste, even nog tot slot meedenkend, dat de uitdaging van PlayStation op dit moment inderdaad ligt in het subscription model, de live service games en mobile. Dat is duidelijk. Mm-hmm. Daarom zit die Totoki er ook van. Dat daar zouden ze nog heel veel geld. Dat is nou exact waar Herman nog wat minder zit. Hè? Ik bedoel, Guerrilla is natuurlijk singleplayer, narrative. Dat doet hij ook veel mee. Wie weet is hij daar dan net even te licht voor. Ja, ik bedoel, ik zit niet bij PlayStation. Ik ben heel benieuwd naar. Ja, weet ik niet. Ik denk het namelijk niet. Jij denkt het wel. Ik denk het niet. Ik denk dat het een... Nou, Herman is wel jong. Ik bedoel, ja, qua leeftijd, maar gewoon ook qua geest, denk ik. Dat hij dat hij wel op zich zou kunnen meedenken met nieuwe businessmodellen. Mm-hmm. En misschien... Ja, ik weet niet. Kijk, hij heeft natuurlijk nooit laten zien dat hij een, weet ik veel, iets als Game Pass uit de grond kan stampen. Weet je, ja, ik bedoel, je zou ook kunnen voorstellen, misschien dat voor Sony zo belangrijk is dat ze een of andere, ja, weet ik veel, iemand van Netflix of Spotify, of weet ik veel, zoiets, een andere online dienst, ja, dat ze dat doen. Maar dat zou echt slecht zijn. Ik bedoel, dat je moet vanuit je eigen vijver vissen. Je moet die cultuur hebben, je moet die cultuur, dat DNA, dat. En je kan een boel zeggen, maar dat heeft hij wel. Zou jij het doen? Ja, ik bedoel, ik denk dat het vrij moeilijk. We zijn allebei vrij. Nou ja, goed, jij bent ook wel ondernemer. Stel, bedoel, hij zit nu 2 jaar. Ik noem maar wat op, volgens mij 2 jaar, misschien 3 jaar. Wel meer, bij Worldwide Studios. Nee, echt veel, veel langer. Ja, echt okay, veel langer. Ik vind het dan, als je kijkt binnen PlayStation, is het wel de droombaan. Je bent gewoon bezig met games maken. Je moet zorgen dat er vette games komen. En dan word je eigenlijk gepromoveerd naar het hoogst haalbare. En dat is de grootste stressbaan die er is. Maar en dat is baas van PlayStation. Nee, is nu ook al een stressbaan. Huh? En als je dat leuk vindt, dan ga je dit ook wel doen. Ja. En dat bedoel ik met die ambitie. En als je dat niet leuk vindt, dan ga je ook niet baas van Worldwide Studios aan het rekenen. Dat is net zo stressvol. Ja. Sterker nog, misschien nog wel stressvoller. Want je krijgt namelijk de problemen te zien die wij allemaal niet te zien krijgen. Nee. Namelijk de productieproblemen. Mm-hmm. En dat zie je bij Xbox. Zie je dat heel mooi. Weet je, zo'n Redfall verhaal. Weet je, en zeker zo'n bijna emotionele Phil Spencer. Die zie je bijna emotionele toespraak in een of andere podcast over wat er allemaal misgaat. En ja, ik denk van ja, dat heb je natuurlijk ook, weet je. En dat het is een beetje weird. Gaan we weer even verder, want dit verhaal zal blijven lopen. Volgens mij binnen een maand gaat Totoki gaat ook meehelpen. En dan zal Jim Ryan heel succesievelijk, zal die gewoon minder gaan doen. Dingen gaan afronden. En hopelijk ook dan de nieuwe baas een beetje gaan inwerken. Dit vond ik ook. Dit heeft dan eigenlijk te maken met communicatie. Er zou een remake komen. Iets wat al heel veel mensen heel graag willen van KOTOR. Misschien wel een van de beste Star Wars games ooit gemaakt. Mm-hmm. De PlayStation 5 zou die uitkomen. En opeens was de trailer weg van YouTube. Alle mentions waren weg. En dat heeft een paar dagen geduurd dat het in limbo bleef hangen. Wat gebeurt er als het in limbo blijft hangen? Als er geen officiële mededeling is, gaan mensen speculeren. Uiteindelijk heeft PlayStation nu bekendgemaakt dat het iets te maken heeft met de licentie. En omdat de licentie verlopen is van de muziek, kunnen ze de trailer niet meer online zijn. Maar heel veel mensen zijn er nu al van uitgegaan. Die shit is gecanceld, weet je wel. Het is gewoon gecanceld, dit project. En dat bedoel ik een beetje met communicatie. Ik had altijd het gevoel waarbij Phil Spencer misschien vaak te veel, te snel al zei. Te veel gelul van hem of een paar van die andere gasten. Dat PlayStation altijd een beetje
achteraan liep. Van, dan was de ellende al compleet. En dan kwamen zij met een officiële aankondiging. Ik dacht van, ga er bovenop zitten. Laat zien. Ja, neem jouw fans mee met de reis die je aan het maken bent met PlayStation. En dat was gewoon niet Jim Ryan's ding. En Herman Hulst zou dat wel beter kunnen. Ja, dat denk ik ook. Goed. Maar goed, ja, ik weet het niet. Weet je, dat, was dat een Sony PlayStation productie, die Koto remake? Dat is toch een EA game, of niet? Even kijken. Ik zit even te kijken, hoor. Nee, het is gewoon weer zo'n exclusief die dan gemaakt zou worden voor de PlayStation. Wordt die gemaakt dan? Wie is daar mee bezig? Ik ben nu... Staat er niet in. Staat hier even niet in. Dat is excuses dat ik dat even niet weet. Ik wist ook niet dat je die vraag zou gaan stellen. Saber Interactive. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, goed. Dit had best wel een dingetje kunnen zijn. Geen system seller, maar wel heel veel mensen. Ik weet van Koos, die zou dit heel graag willen spelen. Maar een voorbeeldje van dat ik denk, communicatie kan gewoon beter. Dan, hele slechte week voor een aantal mensen die werken bij de volgende bedrijven. Ubisoft, Blizzard en Epic. Ontslagen, golf. Laten we beginnen met Epic, want dat was wel echt een hele grote 16%. 16% van de totale werkbestand. Dat zijn 830 mensen die eruit zijn gebonjourd. Dat is eigenlijk nog meer, want ze hebben ook Bandcamp en Super Awesome hebben ze afgestoten. En dat zijn nog eens keer 250 man die ook van de payroll afgaan. Man eruit. Bijna 1000 man. Nee, meer dan 1100 man eruit. Ja, dat is in totaal dus eigenlijk 21%. En hier zijn wel wat vragen over. Kijk, dit is het officiële antwoord van Mr. Sweeney. Dat hij zegt, for a while now, we have been spending way more money than we earn investing in next evolution of Epic and growing Fortnite as a metaverse inspired ecosystem for creators. I had long been optimistic that we could power through this transition without layoffs, but in retrospect, I see this was unrealistic. Nou goed, dus... Pannenkoek, die gast is zo'n ontzettende pannenkoek. Nou ja, de vraag bij heel veel mensen, en ook in dit verhaal van games industry, is van, er komt... Fortnite, daar komt ontzettend veel geld aan binnen. Unreal Engine gebruikt bijna iedereen. Daar komt geld van binnen. Ze hebben... miljarden komt er binnen. Ze hebben franchises als Fall Guys, waar gewoon heel veel geld binnen komt. Hoe de fuck kun je meer uitgeven dan er binnenkomt? En nou, is inmiddels daar ook wel het antwoord op. Dat is namelijk hier... meneer Sweeney is op een soort van shopping spree gegaan de afgelopen jaren en heeft allerlei bedrijven gekocht. Bandcamp, Super Awesome, Harmonix, Catchfab, Art, nou, et cetera, et cetera. Het is weer een beetje in die tijden dat geld gratis was, weet je wel. En nu, nu is dat niet meer zo. En nu heeft hij een probleem. En ja, dat blijft natuurlijk elke keer weer lullig. Maar ik weet niet of dat helemaal waar is. Want het staat daarboven ook. Hij heeft een gedeelte van het bedrijf verkocht aan meerdere aandeelhouders. Mm-hmm. Daar heeft hij bijna $5 miljard mee opgehaald. Ja. Daar kan hij prima die aankopen mee hebben gefinancierd. Ja. Dus het is een beetje, ja. Kijk, ik denk uiteindelijk aan het eind van de rit, het zou goed kunnen dat ze veel schuld op de balans hebben staan. Mm-hmm. Die moet geherfinancierd worden omdat die rentes omhoog gaan. Tenminste, de kosten zijn omhoog gaan omdat die rentes omhoog gaan. En het moet geherfinancierd worden. Dat kan allemaal een rol spelen. En dat is logisch. We gaan een crisis tegemoet. Dan gebeurt dit soort dingen. Ik denk ook dat... Ik denk dat Tim Sweeney persoonlijk met Epic een aantal hele grote fouten heeft gemaakt. Die eeuwigdurende rechtszaak tegen... Wat was het? Google, Apple. Volgens mij. Apple en Google. Ja. Dat ik denk van, dat is gewoon weggegooid geld. Dat heeft miljoenen gekost. Dat idee dat Fortnite een metaverse moet worden is fucking insane. Weet je, wat is dat nou weer voor volledig over de top? Weet je, een soort blinde ambitie waar alles voor aan de kant moet. Ja. Het is overduidelijk niet gelukt. Het hoeft ook helemaal niet. Fortnite is Fortnite prima. Dat weet ik veel. Het zit een miljard per jaar om, of ze maken er miljard winst mee, weet ik het. Mm-hmm. Prima, knijp je handen dicht, lachen, top. Weet je, maar ook als je kijkt, dat ik kan je nog herinneren dat hoofdkantoor, ze hebben een of ander winkelcentrum. Ja, ze hebben een winkelcentrum gekocht. Ja, daar hebben ze een hoofdkantoor gemaakt. Waarom moet het zo over de top krankzinnig? Nou ja, ik denk dat Tim Sweeney wel een soort van... Het is grootheid waanzin. Het is grootheid waanzin, net als die rechtszaak tegen Apple en Google. Hij wil meespelen met de big guys. Maar dat is hij niet. Nee. Dat is het verrotte. En dan is hij maar geld gaan uitgeven. Ja. Miljarden gaan uitgeven. Zo van, ja, maar dat is wat de big guys doen. Ja, en nu is het klaar. En dan moet, weet je, ze zijn 1100 man staan op straat. Ja. Ja, dat is
pijnlijk, man. En dat hoeft helemaal niet. Als je gewoon een klein beetje normaal doet. Maar soms bij de Amerikanen is dat lastig. Nee, zeker. Ik denk dat inderdaad dat... het is en ik denk ook wel voor veel mensen, dat is ook wat je leest, is het best wel onverklaarbaar als je ziet van... Het is niet alsof... want bij Blizzard en bij Ubisoft zijn dus ook mensen ontslagen. Het is niet alsof je bij Epic ziet van... Oké, wat zij doen, eigenlijk al hun producten. Ja, het is ook niet echt top-notch, weet je. Het is fucking goed wat ze doen. Alleen... Op een of andere manier heeft hij ze, is hij maar gewoon blijven blijven uitbreiden, of heeft hij gewoon niet goed boek gehouden en heeft nu iemand tegen hem gezegd, zijn CEO of zo, van oké, nu is het afgelopen, want anders gaat het echt kapot. En hoppakee, daar sta je dan met 1100 man, sta je dus op straat. Bij Ubisoft, idem dito, dat grappige is dus dat niet officieel een aankondiging is. Meestal doen ze dat wel, volgens mij moeten ze dat ook doen als je aandelen gerelateerd bent, maar dat weet ik niet. Dat kwam door allerlei tweets van bijvoorbeeld deze Lauren Chandler. Unfortunately, I'm affected by the layoffs at Ubisoft today and my time as a managing producer here comes to an end. Extremely tough day. I wish my team bladibladibla. Dus iemand die, ook daar wederom, hè, dit een paar maanden geleden zijn er ook al mensen uitgekieperd. Het blijft gewoon minder en minder gaan bij Ubisoft. En is dat raar? Nee. We zien toch ook dat er geen... bijna geen games uitkomen. Nou, komt wel veel uit, maar wat ik zeg, de crew is net uitgekomen, Assassin's Creed Mirage uitgekomen. Avatar uitkomen, toch? Ja, maar over twee dagen. Dus eigenlijk morgen komt hij uit. Okay. Kijk naar de review, dan weet je misschien net ook alweer genoeg. Avatar komt eraan, X-Defiant zijn ze mee bezig, maar het zijn allemaal, het blijft bij Ubisoft gewoon. Er zit gewoon, en als ik dan kijk naar Assassin's Creed Mirage, ik mis een beetje de ziel. Ik zit weer exact hetzelfde te doen als 12 jaar geleden. Ja, en dat moet, zoals elk jaar. Moeten daar echt nu eens een keer gaan zeggen van oké, laten we even stoppen, laten we herijken, laten we vernieuwen, laten we kijken. Dat ook nog van alle franchises die ze gesloopt hebben. Ja. Want dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Dus kijk naar hoe heet dit? Ik zag laatst al een luistering van het Breakpoint te kijken. Ghost Recon Breakpoint. Mijn god, wat hebben ze dat de vernieling in geholpen, die serie, weet je? En dat, ik denk wat dat betreft, Ubisoft heeft het moeilijk met het in het leven roepen van nieuwe franchises. Nou, ik snap wel wat er gebeurt. Tenminste, ik denk wel van, er zit gewoon op dit moment een cashflow probleem, weet je. Er moet geld verdiend worden. En ik snap ook wel in zo'n fase, die managers, die worden er zo op afgerekend op een plusje. Ja. Van als een developer zegt tegen jou van, ik weet het niet, man. Ik weet niet of we dat met Mirage moeten doen. Het is al van de oude game, we hebben het eruit gesloopt. Het is niet bijzonder innovatief, weet je wel. Waarom stoppen we niet gewoon 2 jaar? Gaan we even helemaal eventjes gewoon nadenken wat er nou goed en slecht was aan die serie. Dan zegt zo'n man, maar dude, ik moet morgen geld hebben, weet je wel. Dus breng het maar uit. En daarmee ga je steeds verder. Steeds meer gamers stoot je af. En het is een vicieuze cirkel. En ze komen er gewoon niet uit. Nou, dan gaan we weer wat mensen ontslaan. Komt er weer nog meer druk op de mensen die er al zijn. Ja, totdat het op een gegeven moment... Ja, ontploft. Nee, of ontploft. Ja. Of een soort van bodem bereikt. Dat kan ook, weet je. Ja. Bedrijven kunnen zichzelf ook opnieuw uitvinden. En dat kan bij Ubisoft ook wel. Maar het vervelende is, die weg naar beneden, die is zwaar, weet je. Die is zwaar voor Epic. Die is zwaar voor Ubisoft. Voor al die bedrijven. Want je bent echt je ziel... verlies je als je zoveel mensen ontslaat. En wat ik al zeg van... bij die ontslagen zag ik ook overal een post van Guerrilla. Van, hey, wat verschrikkelijk voor jullie. Maar wij hebben nog heel veel jobopties openstaan, vakant. Kijk even of er wat voor je bij zit. Guerrilla, er zijn nog wel een paar, weet je wel. Dat zijn bedrijven waar je nu wil werken. Omdat die gewoon een positief klimaat hebben. De games zijn gewoon tof. Gevoelsmatig krijg je daar de tijd. Ubisoft heeft dat... absoluut tegen zich op dit moment. Je gaat daar nu niet werken. Hun imago is als je heel talentvol bent, dan liggen de banen voor het oprapen. Dan ga je dus voor een bedrijf niet bij Ubisoft op dit moment werken. En dat is dus ook een probleem, want die mensen hebben ze juist nodig. Aan de andere kant, als jij in Toronto woont en je hebt de keuze van of een andere baan in Toronto of je gaat helemaal Amsterdam en je hebt geen zin om te verhuizen naar Amsterdam. Ja, dat weet je... voor het avontuur doe je het misschien Jim, wel. Jim, die vloog ook 4 keer per week. Ja, maar niet iedereen heeft thuis. Nee, dat is ook zo. En die mag waarschijnlijk wel een business class vliegen. Ik neem aan dat hij niet economy zat, onze Jim. Misschien heeft hij wel zijn eigen privéjet. Weet dat zou ook nog wel eens kunnen. Dat is een PlayStation jet. Dat zou wel heel fucking breed zijn. Ja. Goed. Het blijft dus een beetje een zorgenkindje. Dan, dit vond ik dan wel weer het nieuws van de week. Als het aan mij ligt. De Pokémon Company had het idee opgevat. Of misschien was het wel het Van Gogh Museum. Van laten we eens samenwerken. Wat gebeurt er als wij...
een soort van hele leuke speurtocht maken, waarbij we Pokémon en de schilderij van Van Gogh laten samensmelten. Dat is leuk voor de kids, weet je wel. Die gaan dan een speurtocht doen. Dat zie je best wel in heel veel musea. Dat is hartstikke tof. En dan aan het eind krijgen ze ook nog eens een keer een unieke Pokémon kaart. Daar zijn er 75.000 van gemaakt. En god, wat leuk voor die kids die dat allemaal zouden doen. Nou, je voelt het maar aankomen. Dit zijn wat beelden. Dit... Jesus in alle Christ. Eerlijkheid, ik zie hier geen kinderen. Nee. Yui, ja, die had een hele grote kater. Daar anders had hij er kunnen filmen. Maar die is er dus zondag geweest. Die heeft dus een kaart omdat hij dit online had besteld. Wat heeft die gast in zijn hand? Wat zijn ja, je kan ook allemaal schilderijen. Je kan allerlei merchandise kopen. Alles is op. Christus. En Yui zei, ik ging naar buiten toe. En daar stonden allemaal volwassen mannen. Vooral mannen die hem gewoon eventjes... 100, 200, 300 euro boden voor zijn kaart. Ik zal nog eventjes wat beeld laten zien. Ofthans, dit is bijvoorbeeld... ja, dit is dan eBay op dit moment, denk ik. 271 euro, 1700 euro, 66 biedingen, 249, 475. Ja, dit is wat er gebeurt. Het blijken dus gewoon voor het grootste deel scalpers te zijn geweest... die shit hebben weggekaapt. Vervolgens... Maar er zijn 75.000 kaarten... Welke gek gaat er nou 1600 of 1400 dollar betalen voor zo'n kaart? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet goed. Nee, nou, in ieder geval heeft de Pokémon Company, Pokémon Center heeft nu gezegd van... Oh jongens, echt wat vreselijk dat dit gebeurd is. De overwhelming demand en al onze producten zijn op. Behalve als je dus online alvast een kaart had besteld, dan kun je hem nog halen. Maar verder is los, is er niks verkrijgbaar meer. En de vraag is nu een beetje, sommige mensen zeggen van... Ja, oké, maar dat hadden ze ook niet kunnen weten. Ik denk dus dat ze dit wel hadden kunnen weten. Ja, die manie rond deze shit is zo heftig. Ik had het ook niet op deze manier ingeschat. Ik moet je wel zeggen, bekijk dit van een ander. Stel je voor dat ik met mijn kids hier naartoe was geweest. Ja. Wat niet ondenkbaar is geweest, dat ik daarheen was gegaan. En dan krijg je volgens deze meloten die daar met elkaar lopen te vechten. Jij was op de vuist gegaan? Nou, dat niet. Maar ik had het wel. Ik vind het wel echt kut. Weet je, ik heb sowieso. Weet je, ik bedoel. Weet je, hoe triest ben je als je het moet hebben van deze kaartjes online verkopen? Ja. Weet je, ik bedoel, dit is gewoon voor de fans. Weet je, en het. Ja, ik vind het serieus. Ik vind het. Ik denk eigenlijk dat je. Als je dat ziet, dat er 75.000 van die kaartjes worden uitgedeeld. Doe niet zo moeilijk, weet je. Ik bedoel, dat is niet schaarste. Dat is gewoon hartstikke veel. Je bent gewoon niet goed als je het online gaat kopen. Sorry. Er zijn tientallen miljoen mensen die kaartjes. Dan is 75.000 best wel weer schaars. In een bepaalde vorm. Ja, maar wat voor schaarste is dat? Het is nep schaarste. Nee, dat snap ik. Weet je, als zij zien van... Hey, laten we die tentoonstelling nog een jaar langer doorlopen. Ja. En dan maken we nog 300.000 van die kaartjes. Ja. Ik vind de organisatie wel wat te verwijten. Want in het verleden heb je wel vaker gezien bij dit. Je weet wat de prijzen soms zijn voor die Pokémons. Weet je, er wordt ontzettend veel geld gaat erin om. Je weet af en toe op dat soort evenementen dat mensen op afgaan. Ik vind het ook raar. Ten eerste, die chaos, daar kan je gewoon hekken voor neerzetten. Weet je, dat het wat zuiverder was gegaan. Als je geen kind hebt, kom je überhaupt niet binnen. Dat soort shit. Mm-hmm. Ten tweede, buiten. Het was voornamelijk dat mensen die buiten kwamen, die daar stonden allemaal mensen van: hey, 300 euro als ik je kaartje mag hebben. Ja, dan, ik weet niet, ik had hem waarschijnlijk ook wel verkocht. Dat kun je ook bestrijden. Want ik was laatst toevallig op het Museumplein. Toen zag ik dat ze heel veel van die studenten, werkstudenten hadden met die jasjes aan die rijen in de gaten houden. Ja. Zorg gewoon dat die mensen echt fucking achter het Rijksmuseum staan, weet je wel. Nou, ik weet niet of je dat al kan regelen, whatever, weet je. Maar ik vind het gewoon, laat kinderen met rust. Ja, dat is zeker. Weet je, what the fuck. Het is een beetje sneu, inderdaad. Maar goed, je kunt overigens nog steeds wel naar die expositie op. Alleen alle Pokémon shit is gewoon... Krijg je ook geen Pokémon kaartje meer? Ja, de Pokémon kaart nog wel, maar echt de merchandise, die is op. Dat is jammer, zeg. Ja, maar dat gaan ze toch opnieuw maken? Dat is het laatste wat ik ervan gelezen heb. Okay. Dit is op dit moment in Amerika een big thing. Dit is een YouTuber. Dat is een pranker. Hij staat bekend vanwege prank. Hij valt mensen lastig. Vervelende gast. En ik zet hem even wat harder. En hij doet dit in een mall en dan gebeurt er het volgende. Kijk, je ziet, hij valt hem lastig. Die gast zegt, rot op, jongen. Ga weg. En dan ook in zijn gezicht houden. Zegt van nee, wegwezen. En dan kijkt hij. Oh nee, mijn mobieltje is te goed. En dan gaat hij door. Hij gaat door. En volgens zegt die gast. Oké, nu ben ik klaar mee. Hoppakee, boom. Schiet hem neer.
Laat nog één keer zien. Je ziet het amper. Ja, hij heeft een heel klein pistooltje. Hij schiet hem in zijn been, denk ik. Hij schiet hem in zijn been of zijn buik. Is hij dood? Nee, toch? Nee, hij is in zijn buik geschoten. Hij leeft gewoon nog. Hij heeft ook gezegd, ik ga gewoon door met deze pranks. Dat is mijn ding. Hij is vrijgesproken. Deze man, het was self-defense. Hij heeft wel een straf gehad wegens het bezit van een wapen... of het trekken van een wapen in... een mol of in bepaalde... Je mag een wapen dragen, maar je mag maar niet zomaar... Als je hebt die beelden. Ik bedoel, ten eerste, het is geen self-defense. Die YouTuber verdient absoluut echt een gigantische ram op zijn bek. Ja. Dat sowieso. Maar om nou te gaan lopen knallen voor zoiets... Weet je, hij wordt overduidelijk niet bedreigd. Ik bedoel, je hoort niet wat er gezegd wordt. Nee. Luister, dit is gewoon... Die YouTuber, dit is gewoon... Ik bedoel, die gast fucking hinderlijk. Maar... Ja, weet je, dit... Nee, ik ben ook niet voor neerschieten, hoor. Maar volgens mij was de rechter ook meer zoiets van... Het is ook mental... Je wordt mentaal lastiggevallen, weet je. Ja, en daar mag je iets voor doen. In Amerika liggen die grenzen ietsje hoog. Ik vind dit soort pranksters het laagste van het laagste van het laagste van het laagste. Daarom heb ik ook zoiets van... Eigenlijk zou iedereen verplicht soort van 2 jaar lang op een vechtsport moeten. Ja. Want je ziet ook aan die guy die schiet. Dat is gewoon zo'n ontzettende... ik weet niet. Nee, maar dat snap ik. Hij gaat niet van alfa vanuit, laat ik het zo zeggen. Hij pakt niet een 2 meter grote bodybuilder. Hij is zo slim is hij ook wel. Dat is altijd... We hebben eens een keertje zo'n mafkees op First Look gehad. Die hebben we er ook uitgezet. En die deed het ook. En dan zie je de mensen die lastig vallen. Dat zijn gewoon allemaal dezelfde soort... Gewoon mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Ja. Nou, en als je niet goed voor jezelf kan opkomen... en je hebt een wapen bij je, dan krijg je ongeluk. Ja. En dat... ik weet het niet. Nou goed. Overigens, die straf is dan toch wel nog wel tussen de 2 en de 10 jaar, hoor. Volgens het zomaar trekken van een wapen in een public... Oh, hij krijgt wel 2 tot 10 jaar. Ja, dat. Maar in ieder geval... Ik vind het niet volledig onterecht. Want ik heb zoiets van, dat wapen had hij gewoon in zijn zak kunnen houden. Dat had niet gehoeven. Maar, dames en heren, de oplossing is nabij. Jawel, jawel. Stemt allen 50+. 50+, de fantastische partij voor mij in ieder geval. Want we gaan even politiek doen. Die zeggen namelijk, Nederland wordt steeds onveiliger. Criminele bendes vechten hun oorlog uit op straat en plegen aanslagen in woonwijken. Groepen zakkenrollers en inbrekers stropen het hele land af. Winkeldieven en overlastgevers staan na arrestatie vaak nog dezelfde dag alweer op straat en bedreigen hun aangevers. 50+ wil dat we weer veilig over straat kunnen en dat we veilig zijn in al onze huizen. Dat willen we allemaal, dames en heren. Utopische denkbeelden. Precies. En daarom zeggen ze, punt 2, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren ten aanzien van alcohol, drugs, gokken en gamen. Ja. Dames en heren, wanneer zijn de verkiezingen? Volgens mij oktober. 22 november. 22 november. Speel je back catalog absoluut uit. Maar nog heel even, want ik bedoel alcohol, drugs, gokken en gamen. Dus die criminele bendes vechten oorlog uit op straat. En dat heeft alles te maken met alcohol, drugs, gokken en gamen. Ik moet wel zeggen, als je die en een ontmoedigingsbeleid. Er staat nog gelukkig seks niet bij. Want als dat ook weg was gehaald, dan is er echt heel weinig lol meer in het leven. Voetbal, dus, alles. Vind jij het niet, even als we het toch hierover hebben. Je hebt misselijkmakende aanslag gezien in Rotterdam vorige week. Ja. Jongens, geestelijk gestoord. Schiet zijn buurvrouw, zijn buurmeisje en een docent op de Erasmus Universiteit. Dood. Ja. En ik heb nergens het woord. Laat ik zo zeggen. Ik heb zo'n 4chan post gelezen, want daar zat hij op te posten. Aan alles had ik gewoon zoiets van deze guy is een extreem. Ik bedoel, uit een of ander autisme heeft hij. Maar hij was ook echt een nerd. Vond zichzelf heel bijzonder. Ik had zoiets van het enige wat er mist in dit verhaal is dat hij een gamer is. Weet je, vroeger was dat het eerste wat er geroepen werd. En nu helemaal niet. Ik heb het niet gehoord. Nee, nou misschien is dat dan het enige wat hij niet deed. Denk je dat hij niet gamed? Dat hij wel autistisch was? Ja. En dat hij wel op 4chan zat te posten over dat hij beter is dan de rest van de wereld, maar hij was niet een gamer. Ik heb zoiets van, het ligt, hij is een jonge man. Weet je, dat is toch een gamer? Dat kan toch niet anders? De kans is heel groot. Nou, wat ik het meest griezelige vond, is dat die man eigenlijk op zo'n beetje zo'n stapje af was van een arts worden. Weet je wel? Wat toch wel heel belangrijk is, dat dus het psychologische onderzoek, laat ik het zo zeggen, bedoel, ik snap... Ik weet niet of hij daar een stapje van af was. Hoor. Jawel, hij had de hele... Hij moest nog een psychologische test doen. Ja, omdat de politie dat had aangevraagd, anders, dat is nu wel duidelijk geworden. Als dat niet was gebeurd, dan had hij waarschijnlijk die bul gehad, omdat het gewoon vrij automatisch gaat. Ja. Ja,
dat vind ik verder wel gisteren. En wat voor achtergrond dan heeft, weet je, dat vind ik al, van of het nou een moslim is, of dat het nou dat hij nu weer bij Forum van Democratie lid is, doet er mij niet toe. Het is gewoon een mafkees. En ja. het gevaar is wel, er lopen ontzettend veel van dit soort mensen op straat. Ja, om... maar hoeveel van dit soort, maar dit is, ik bedoel, je hebt mafkees, daar zijn er veel van, maar, nou, maar dit niveau van mafkees... Het heeft wel te maken met de afkalving van ook, want toevallig de vader van mijn beste vriend werkte in Amsterdam in de GGD, dus echt die en hij deed ook echt GGZ, van, GGZ, dus echt de mensen die gevaar waren voor zichzelf en de omgeving op straat. En hij zei van 20 jaar geleden konden we die mensen opnemen, vandaag de dag kan bijna niks meer, geen plaats meer, en die mensen lopen allemaal op straat rond. En ik weet niet of in zijn geval, kijk, dat hij heeft een soort persoonlijkheidsstoornis en in combinatie met het autisme en ook nog eens een keer toegang tot wapens. Hè? Want dat is interessant. Want, ja. Kijk, wat hij heeft had een strafblad, dus hij heeft dat de wapen heeft hij niet. Hij zat niet bij een schietvereniging, want dan heb je geen wapen meer als je een strafblad hebt. Dus ik denk dat hij toch. Hij zegt ergens in die post ook dat zijn vader drugsdealer was. Nou, misschien heeft hij nog broers, je weet het niet, weet je. Ik denk dat hij op die manier ergens... Ik denk hardop hoor, ik weet het echt. Nou ja, maar goed, zal als, je, ergens aan de wapen als je dieren maar, mishandelt, dat is ook wel een teken. Ja, dat snap ik. Maar het, laat ik zo zeggen, een pistool kopen... Mm-hmm. Dat is voor sommige mensen heel makkelijk en voor sommige mensen niet. En weet je, als jij, weet ik veel, de weg kent in alle kroegen in Rotterdam of in Den Haag of in Amsterdam, dan zal je ongetwijfeld zo een wapen hebben. Mm-hmm. Maar als jij contactgestoord bent, een persoonlijkheidsstoornis hebt, dan moet je toch echt wel mensen goed kennen, willen die het risico nemen om jou zoiets te verkopen. Hij was geen halve zol in die zin. Hij was best wel intelligent. Dus ik denk dat hij wel zijn weg weet te vinden via... welke manier ook. Maar ook sociaal intelligent. Nou, maar dat is dus dat is het enge. Want zeg maar, de complete koekoe mensen, die zie je wel. Dat zie je aan. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die dus best nog wel redelijk normaal in het leven kunnen staan, maar toch ook een tikkende tijdbom zijn. En ik vind dat wel griezelig. Want je kan je niet tegen verdedigen. En het is vervelend. Hier kan je echt niets tegen doen. Want ik zat er ook naar te denken. En ik had er ook een aantal threads over gelezen. Als je haar bent, bijvoorbeeld die buurvrouw. Weet je, zo'n conflict. Er is werkelijk niks wat je kan doen. Het is mijn grote angst. Ik heb heel lang gewoon... Een van de redenen waarom ik heel lang niet verhuisd ben... is gewoon van... Ik heb een soort van... Stel nou dat er een mafkees naast je loopt. En ik snap ook wel dat mensen rechten hebben om ergens te wonen. En dat het ook niet zo van... Oh, ik vind niet dat hij er mag wonen, dat hij dan weg... Het is zo moeilijk. Want die man... Er zijn best wel veel aanklachten geweest. En de rechtspraak is dus gewoon blijkbaar niet... makkelijk genoeg om zo iemand dan uit huis te zetten. En ja, dan krijg je dus maar dit. Maar uit huis, dan woont hij ergens anders. Heb je daar een probleem? Dat is het vervelende. Nee, is ook zo. Je kan mensen niet van tevoren opstaan. En ik vind ook dat absoluut niet moet. Nee. Ik heb er ook geen antwoord op. Dat is een beetje het probleem. Nee, maar niemand heeft een antwoord op. Dat is het vervelende. En daarom hoop ik dat hij nooit meer vrijkomt. Want dit soort problemen los je niet op. Nee, deze man, ik denk dat hij TBS krijgt en er ook daarna niet meer uitkomt. Ja, ze moet je opletten. Ja. Man. Dus over 15 jaar staat hij buiten. Dat is Nederland. Ja. Goed, maar goed, okay. Dat was iets heel anders. Maar goed, ja. Piepshow, volgende week gaan we weer verder.